Ik ben Marie en ik hou heel erg van verhalen vertellen. Ook van geschreven tekst tot podcast. Ik heb 5 dagen gewerkt bij Zuilen Uitvaartverzorging. Gepraat met iedereen, overal rondgelopen en dan uiteindelijk daar een kort verhaal mee gemaakt. Oma ligt heel stil op een bed, zegt de vrouw. Haar naam is Eva. Ze heeft roze nagellak op en ze zorgt voor de mensen die dood zijn. Eva neemt mijn hand vast. Als we de kamer binnenkomen, zie ik een wit scherm. Aan de rechterkant steken oma's schoenen uit. Ik knijp in Eva's hand. Mijn verhaal gaat enerzijds over Merel, een meisje van 8 jaar die haar oma verliest en voor het eerst met de dood geconfronteerd wordt. En anderzijds over Eva, die werkt als mortuariummedewerker en die elke dag bezig is met de dood, voor wie dat een heel normaal iets is. Zelf vind ik de dood een heel eng iets, ook iets waar ik niet graag over nadenk eigenlijk. Maar ik merkte net dat dit een heel warme plek is en dat iedereen die hier werkt met ontzettend veel respect omgaat bij overledenen en nabestaanden. En die warmte of dat totaal nieuwe gevoel dat ik daarvoor nooit bij de dood zou gehad hebben, dat wilde ik in mijn verhaal steken.